als je nou je hond wil leren om zijn hoofd ergens doorheen te steken, dan kan je dat op de volgende manier doen. Stel je hebt zo'n lijn, maar dit kan ook een tuig zijn of een jasje of wat dan ook. Nou, hij schat, ik hou ook van jou. Ga zitten. Zitten. Goed zo. Soms helpt het om de lus wat groter te maken. En die hou je dan voor het hoofd, het koekje hier. En dan wacht je tot de hond zelf zijn hoofd door de lus steekt. En in het begin maak je hem dan nog niet klein. Dus dat oefen je eerst een aantal keer, zodat ze niet geen angst krijgt voor die lus. En uiteindelijk kan je hem er gewoon omheen hangen zonder dat je daar dan nog verder iets mee gaat doen. En als je hond er helemaal ontspannen mee is, dan kan je natuurlijk dit aantrekken zodat de lus kleiner is. Hij schatje. Ja, goed gedaan. Wil je nou dat je hond dit uiteindelijk uit zichzelf gaat doen? Dan kan je er ook een commando aan koppelen. Beetje laat. Waarbij je bijvoorbeeld zegt, op het moment dat je hond zijn hoofd doorheen steekt, eet je door. Als je dit vaak oefent, hoef je uiteindelijk alleen maar de lus ervoor te houden. In het begin kan je eerst met een lege hand lokken. En als je hond het commando erg goed begrijpt, hoef je helemaal niet meer te lokken. En mijn honden steken buiten wel zelf hun hoofd erdoorheen, maar hier niet. Door. Ja, je had het al gezien, een meisje. Goed gedaan, hè. Hier loopt de poes daar. De poes loopt daar. Mm.